Het fort van Breendonk maakte oorspronkelijk deel uit van de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Bij de bouw in 1908 wordt het complex volledig bedekt met de aarde uit de grachten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog weerstaat het zeer goed aan de Duitse bombardementen. De Duitsers bezetten het fort tot 1918, daarna staat het meestal leeg. Dagjesmensen gaan op een zomerse dag op uitstap naar Breendonk. Maar af en toe gebruikt het Belgisch leger het fort ook als kazerne. Als reactie op de oorlogsdreiging voert België in september 1939 de algemene mobilisatie in. Koning Leopold wordt daadwerkelijk de opperbevelhebber van het leger. Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 vestigt hij zijn hoofdkwartier in het fort van Breendonk. Maar al na enkele dagen moet het hoofdkwartier wijken voor de oprukkende Duitsers. Op 28 mei 1940 capituleert het Belgisch leger. Het fort wordt enkele maanden niet gebruikt. Op 29 augustus 1940 krijgt het gemeentebestuur van Breendonk het bevel het fort uit te rusten voor het verblijf van 200 personen. De Duitsers bestellen eetgerei, stoelen, dekens en stroozakken. Ze zeggen aanvankelijk niet dat ze van het fort een gevangenis willen maken. De eerste gevangenen komen al aan in september. Het zijn Oost-Europese Joden, smokkelaars, gijzelaars en notoire anti-Duitsers, zoals radiojournalist Paul Lévy. Na de inval in de Sovjet-Unie in juni 1941 interneert de Duitse politie 120 communisten in Breendonk. De hele bezetting door blijven de communisten vijand nummer 1. Als verzetslieden eind 1942 Duitse militairen neerschieten, organiseert de SS-politie een klopjacht op het verzet in het algemeen en op de communisten in het bijzonder. Ik ben hier binnengebracht op 13 januari 1943 en die morgen, koud, donker, een ijzige wind en dan werden we hier gebracht voor die donkere gang en dat gaf dan de indruk, inderdaad, wij gaan hier binnen en we komen er niet meer uit. Wij zijn hier met z'n vieren binnengebracht in de mis van de soldaten. En daar werd dus feest gevierd omdat er 17 van de Duitschot waren opgeruimd. En ja, een ondervraging. De ondervraging was eigenlijk maar een voorwendsel om ons te kunnen slaan. Daar in de hoek of langs deze kant, daar tafelen, daar zat. Er zat iemand achter, maar vraag me niet wie of wat. Hè. Daar ben ik moeten passeren, ik geloof van de eerste was, hè, 28-10. De eerste, zakken leegmaken, zoveel frank, zoveel centime, zoveel zakdoeken, zoveel dit, zoveel dat. Hé, hey, uw ring, mannen. Ik was een jaartje getrouwd, mijn ring af. Hè. Mijn ring, uw horloge, is allemaal in een omslag gegaan. Naam, geboortedatum enzovoort, adres, dat is mooi opgeschreven. Erg puntelijk, zeer goed. Duitse puntelijkheid. Maar ik heb het nooit teruggezien. In 1942 worden 24 aparte cellen ingericht voor gevangenen in eenzame opsluiting. En de sporen van hun verblijf in Einzelhaft zijn nog altijd te zien. En daar begon dan mijn verblijf in Breendonk, 13 januari
1943. Hoe lang hebt u in die Einzelcellen gezeten? Daar ben ik gebleven tot de tweede paasdag. Dat was in april 1943. De tweede paasdag was mijn eerste werkdag. Maar de bedoeling van een Einzelhaft is eigenlijk een isoleren, niet in contact komen met de anderen, omdat het onderzoek nog bezig is. Wij mochten daar niet spreken, maar toch was daar een systeem om berichten door te geven, nieuws door te geven, want in Einzelhaf wist men dus van niks van de buitenwereld. Degene die het dichtst tegen de uitgang zat in die Einzelcellen, die riep dan 23 wanneer de bewaker weg was, en hij kon dat gemakkelijk horen. Die droegen gewoonlijk laarzen met ijzertjes onder, en wanneer die dus weg was, dan riep die 23, er mocht gesproken worden. 23, et le nouveau venu, de nieuw aangekomene, dat was ik, is er nieuws? Ik zeg, ja, er is nieuws. Ik heb gehoord dat de Russen doorgebroken zijn in Stalingrad en ze hebben het Duitse leger van von Paulus ingesloten, eingekesseld. Dat was dus een morele steun voor degene die daar zaten. In een oude munitieopslagplaats richten de Duitsers een folterkamer in, beter bekend als de bunker. Daar ondergaan sommige gevangenen een zogenaamd verscherpt verhoor. Er zijn veel jongens van ons ingegaan, maar er zijn er ook veel die er gebleven zijn. Ook, die in feite het niet kunnen uitstaan. Want ik moet je zeggen, als je zo omhoog trekken, het was allemaal hetzelfde niet. Want er waren erbij die met de naalden onder hun nagels gestoken werden, die met ijzerbaren geslagen werden op hun rug, over de tafel gebonden, zo met de rug bloot. Wat hebben ze met u gedaan? Mij hebben ze opgehangen. Ze hebben dus mijn handen op mijn rug gebonden en met de katrol dus aan de handen omhoog getrokken. Dus dat is een vreselijke pijn, want ik heb zo precies de indruk dat je armen uit de oksels getrokken worden. Hè. En daarbij kreeg ik dan zweepslagen. En het is heel eigenaardig, maar de ene pijn verdooft de andere. Want anders kun je het niet uithouden. De leiding van het fort is in handen van de Duitse SS-Sturmbannführer Philipp Schmidt en zijn adjunct Arthur Praus. Maar vanaf september 1941 zijn de bewakers Vlaamse SS-mannen. De bekendsten zijn een sluiswachter uit Klein-Brabant, Richard de Bot, en de amateurbokser Fernand Wijs. Zij moeten in vreedheid niet onderdoen voor hun Duitse meesters. Maar als die binnenkwamen in de kamer om zogezegd te inspecteren of ze goed proper was, of omdat uw kleren goed lagen, of je wel fik stond, of omdat een van de wachten gezegd had, of een van de verraders gezegd had, dat wij tegen het bed hadden geleund. En die begon te kloppen, die hielden gewoon niet op. Wijs, die hield gewoon niet op. Hier mocht hij boksen, hè? Je mocht toch niet terugkloppen. Wijs, die had er een zeer groot genoegen in als je op de grond lag, van dan met zijn laarzen over je lijf te kappen en te stampen. En eventueel zijn hiel op je mond te zetten. Ja, als ik nu een keer. Ja, dat. We hebben dat persoonlijk zeer goed meegemaakt. Met Wijs en de Bot en Praus. De nacht dat wij als aardappeldieven gestraft geweest zijn. Toen hebben ze ons 's nachts uit het bed gehaald en in de gang, langs de kamer, moesten we fik gaan staan. En daar hebben ze ons geklopt tot op de grond lagen. En dan ligt jij met die blote lijfjes, hè. En ze zitten daar, ze lopen over je lijf te stampen en te boksen. Weer recht, weer kloppen, weer liggen, weer over je lijf lopen enzovoort. Hoe lang dat duurt, weten we niet. Maar dat heb ik van die mannen zeer goed meegemaakt. Wij zijn aangehouden op 3 maart 1944 in de vroege morgen.
op de Wespelaar. En met mijn, samen met mijn vader en mijn twee broeders en nog 6 andere personen van onze gemeente. Ik heb een slag gekregen, onder andere voor een mistake, zal ik zeggen. De bot kwam in de kamer en die zegt dat ik mijn knop moest dichtmaken. Ik zeg, ik kan niet. En waarom niet, zegt hij? Ik zeg, daar staat geen aan meer aan. En hij heeft me een slag gegeven op mijn oor. Hij had een lederen handschoen aan. En met de olte van zijn aan sloeg hij met alle geweld op mijn oor. Dat mijn tommenvlies volledig gescheurd was. Ik heb wel al de klokken van het land horen luiden. En achteraf hoorde ik bijna niks meer. Dan was er ook een Jood, Obler, die eigenlijk een kapo was. Een kapo, dat is iemand die een voorarbeider of iemand die de leiding moet nemen. Die Obler, die was eigenlijk in een nazi-jeugdbeweging en daar heeft men ontdekt dat hij Jood was. En men heeft hem naar Brendon gestuurd. En misschien is het een bepaalde frustratie van hem dat hij zich wilde wreken. Want hij was zeer gewelddadig. Hij was, hij heeft heel wat andere gevangenen, ook Joden, geslagen en zelfs doodgeslagen. Hij is daarvoor ook veroordeeld na de oorlog. Mijn jongste broer, Roger, die had het ongeluk van in kamer 7 te belanden. En die kamer was gestraft. En die moesten dus van de eerste dag al dwangarbeid verrichten op het plein daarachter. En die moesten ook op de latten slapen. Dus die kregen geen schoolzak voor op te slapen. En die heeft dat tussen de gedurende het verblijf hier in Brenok die straf moeten uitzitten voor de anderen. Precies, dat was een van hun methodes. Ja, een straf, een algemene straf voor een of ander misdrijf, van een of ander man. Dat werkt de vriendschap niet in de hand, hoor. Maar dat was precies een bedoeling, hè. Kunt u een dag in Brendonk beschrijven? Ja, 's morgens vroeg moesten we opstaan. Ik denk dat tussen, want we hadden geen uur. Ik denk dat tussen 6 uur was. En dan moesten we eerst ons gaan wassen, onder die kraantjes. En dan moesten we terug in de kamer gaan. En dan wachten totdat ze de zogezegde koffie brachten. Want het was een soort ersatz. En dat was altijd we krijgen. We krijgen dus geen brood of iets 's morgens. En dan, nadat die koffie, moesten we de kamer kuisen. En ook de bedden opmaken. En dat was heel moeilijk, want er waren stroozakken voor dat schoon plat te krijgen. Dat was heel moeilijk. Er werd opgetast en opgeduwd en gekeken of dat alles zo perfect zijn. Maar daar waar dat toch een fout was, kreeg de gevangene die daar sliep een pak slaag. En dan trok hij het bed terug volledig af en moest hij terug van er beginnen. Want als we dan binnen waren en gekleed waren, dan werden we buiten geroepen. Per twee naast elkaar, we kregen een blauwe zak over het hoofd. Die moest je zo vasthouden om te zien waar dat je voeten zitten. Uw voorganger vasthouden aan de slip van de jas voor u. En dat was links, voor, 3, 4, links, voor, rechts, voort. Waar we gingen, dat weten we niet. We hoorden soms wel anderen tegenkomen, een andere groep, dat was een andere kamer geweest en zo. Ja, die we tegenkwamen en wij maar stop, tot, halt, en dan stonden wij stil. Zak op de grond, wij stonden daar fix voor een van die Franse toiletten, zonder pot, hè. Fix, daar sta je dan. Broek losmaken, hop, commando. Broek laten vallen, hop. Inzitten, hop, achteruit, inzitten. Ja. Lang. Ik durf van niet zeggen, maar ik had geen horloge meer. Maar ik geloof nooit dat een halve minuut kon duren. En voor het baden was hetzelfde. Daar moesten we in een gangske buiten gaan staan, helemaal naakt. We moesten ons helemaal uitkleden in de kamer. En dan vroor het die morgen nog. En we daar zeggen nog moeten een kwartier buiten staan in de koude. Eer dat we de plaats zien mochten waar dat dus de douchen waren. Hè? Dus de stortbaan. Hè? En dan was dat te warm, te heet of te koud. En die er onderuit liep, stampte ze er terug in. En dat was dus wijs in de bot, die de mannen waren die erbij stonden. Hè?
'Smiddags kregen wij de soep, warm water met een enkele koolblaren. En somtijds lag er een been in. En zo hebben we het geval gehad dat in mijn kamer in een at, dat been dat werd verloot. En die heeft daar 3 weken op gebeten. Van de grote honger, maar dat was niet voldoende. Van september 43 af lag er ook wel een stukje aardappel in. Dat was het werk van de Foyer Leopold Trois, het Rode Kruis. Het Belgische Rode Kruis had erop aangedrongen dat het voedsel zou verbeteren. En dat is inderdaad wel een beetje verbeterd. Het avondeten, dat bestond uit een dikke korst brood, een dikke boterham dus, met afwisselend ofwel een vierkantje margarine, ofwel een eetlepel suiker of een eetlepel confituur, marmelade. Dat was zoet en het was rood, ja, het smaakte. Ofwel een schijfje worst. En daar konden we dan mee doen. Wie het niet helemaal op had, dat er mensen waren die daarvan een stukje bewaarden. Om zondagsmorgens bij dat zwart gedoe, wat men koffie eet dus, op te eten. En dat werd in een kast gelegd in de kamers. En ik heb nooit gehoord van die 48 die er daar zaten in onze kamer, dat er daar ooit iemand zei, mijn brood is weggenomen. Of iemand heeft aan mijn brood gezeten. Dat is wel waar. Nu geloof ik wel, als bij de uitdeling van brood uw stuk wat groter zou geweest zijn dan dat van een ander, dat je het graag zou binnen. Dat je het niet wel zou gezwegen hebben. Dat is juist. In onze kamers, daar stond een kachel. Er stond een emmer bij. Daar, ik weet wel niet of daar geen kolenschop bij was. Dat durf ik niet zeggen. Maar een soort koterhak misschien wel. Maar in mijn tijd, ik heb ze niet weten branden. Ik heb er geen kolen in geweten in die kolenemmer. Die deed wel eens dienst als nachtemmer voor alle 48 van de kamer. Die scheiskubel. Die liep alle dagen bijna over. Was ook geen lol om die weg te dragen. Want als je dan stortte, dan werd je een vuilrik. En als je dan trager ging om niet te storten, dan werd je een luierik. En telkens kreeg je toch klop. Of je een vuilrik waard of een luierik waard, klop kreeg je toch. Als het de beurt was om de scheiskubel uit te dragen, wist je dat je ervan kreeg. Wat soort werk werd hier gedaan door de gevangenen? Ja, dat was natuurlijk nutteloos werk. Het afgraven van het fort. Het schijnt dat het 300.000 kubieke meter grond waren die wij hebben afgegraven. En wij hebben dus van dat fort een mooi concentratiekamp gemaakt. De grond werd afgegraven en werd neergelegd aan de buitenkant van de gracht. Er werd een dijk gebouwd. En onder die dijk dan een pad, een wandelpad. Degenen die met de kipwagens rijden, moesten dat lopers doen. En die brug was geweldig in slechte staat en somtijds viel dat voor dat de kipwagen omklonk in het water of naast. En dan moesten ze met alle geweld dat daar terug op zetten. En als er gevangenen waren die het ongeluk hadden van in het water te vallen, die sloegen somtijds dat ze die vlot doodsloegen in het water. Ik werd gevolgd door Wijs. Ik zou die mijn persoonlijke vijand kunnen noemen. Ik werd ook speciaal door hem bewaakt op het werk. En wanneer ik niet vlug genoeg werkte, dan nam hij de spade uit de hand en dan was het in het Nederlands dat hij sprak. We zouden zeggen in beschaafd Antwerps, hè. Hey, met een pin kun je gaan werken, hè. Maar niet met een schub, ik zal het eens laten zien. En dan begon hij te werken met die spade. En daar staan we door. Ik kon het natuurlijk niet bijhouden, dat tempo. En dan werden er weer slagen uitgedeeld. Eén keer is hij bij mij op de bin gaan staan. De bin, dat zijn de ijzeren wagentjes waar wij de grond mee moesten vervoeren. Over de brug aan de andere kant van de gracht. Is hij daarvoor
op gaan staan. Allee, verhoord. Wij moesten duwen. Rapper, rapper, rapper. En hij stond daarvoor met de hand zo en hij zei, ik ben Napoleon. De terechtstellingen, dat was een zwaard van Damocles eigenlijk dat ons boven het hoofd hing. Dat kon bij iedereen gebeuren. Dat was niet op voorhand geweten. Dus het kon gebeuren. Het is ook vaak gebeurd dat wij 's morgens niet naar het werk gingen. En dan wisten wij, ja, er zal een terechtstelling zijn. Dan hoort gij deuren open gooien en nummers afroepen. En die nummers die worden buiten komen. Naam bestond niet meer, hè. Gat ging gewoon. Je werd gewoon genummerd, wat nummer. 28-10, dat was uw naam, hè, afgelopen. Dan krijg je schrik. En dan ziet je andere jongens bleker worden ook. Ik ging op de morgen de deur open en ze liep mijn nummer. Ik had al schrik met dat. Zo kwamen ze de mannen al, die moesten naar de palen gaan. En ze vroegen, doe bij Schneider. U was kleermaker? Ja. Ik zeg ja, metkomen. Veel uitleg gaven natuurlijk niet waar. Ik moest meekomen. Ze hebben me dan in een kleermakerij binnengebracht. En daar moest ik dus dagelijks gaan werken. Maar dan was ik van dat zwaar werk van buitenaf. Hè. Want dat waren galeiboeven daar buiten. Hè. Er zijn 24. 24 zijn lang geworden. 24 verzet mensen uit Limburg zijn hier terechtgesteld. Ja, die zijn terechtgesteld allemaal. Je hebt voor die mensen hebt u iets gemaakt? Ja, ik heb daar blinddoeken voor gemaakt. Hè. Blinddoeken omdat ze. Zwarte windbroek, juist maar een zwart ding met twee linten aan, zo verstaat het voor een oog te doen. Hè. Langs die vensters was zo'n tijd toch een beetje brood weggekrapt en konden we zien dat die gevangenen op pijn stonden te wachten. Wij konden dus praktisch niet veel zien, maar wel de bevelen horen. En dan werden die mensen samengeleid naar de palen, daar konden we ook niks van zien, maar we hoorden wel het geschiet. Als die afgeschoten werd, dat hoorden we wel. En de genadeschot ook, dat konden we horen, maar dat was ook alles. U bent zelf ook bijna terechtgesteld. Ja, maar dat is in feite geweten geweest na onze bevrijding. Als wij hier verbleven in Breinum, werd er in Wispelaar een zwarte afgeschoten. En er was een jongen van Wispelaar in mijn kamer ook. En die moest van voor de weg gaan opkuisen met een borstel. En die heeft daar toevallig dat bericht gevonden in een gazet. Een stuk gazet dat daar lag voor de ingang. En die is daar zo bleek als de dood binnengekomen in de kamer en gezegd, kijk wie er is afgeschoten binnen Wispelaar. Dat is gevaarlijk voor ons. Maar ze hebben ons niets laten weten of niets gezegd. Maar nadat we thuis gekomen zijn, hebben we vernomen dat die SS'ers bij die weduwe geweest zijn en die gezegd hebben, luistert, hè, als je wilt, daar zit er 10 in Breendonk, we zullen die afschieten als vergelding voor de moord op uw man. En die vrouw heeft dat geweigerd, omdat het toevallig wou lukken dat bij die 10 gevangenen haar schoonbroer was en haar neef. En die heeft ons in feite het leven gered, want anders hadden wij gefusilleerd geweest. In mei 1944 ontruimen de Duitsers Breendonk voor de eerste keer. De gevangenen worden op transport gezet naar Duitse concentratiekampen, de meeste naar Buchenwald. Maar na enkele weken arriveren weer nieuwe gevangenen. Zij krijgen een extra slechte behandeling. Op 31 augustus 1944 brengen de Duitsers de overlevenden naar het concentratiekamp van Vught in Nederland.
Ik ben hier vertrokken op 13 februari 1944, na 13 maanden Breendonk. Dan ben ik naar Vught gebracht tegen 's-Hertogenbosch in Nederland. Vergeleken met Breendonk was dat een paradijs. Daar mocht ik brieven schrijven en ontvangen en pakketten ontvangen van het Rode Kruis, van thuis. Een heel ander regime, waarom weet ik niet. Want hier in Breendonk had ik geen contact met de buitenwereld. Thuis wisten ze ook niet waar ik was. Na 4 maanden Vught ben ik dan via Dachau, 10 dagen Dachau, naar Natzweiler gebracht, ten zuiden van Straatsburg in de Vogezen. Daar ben ik gebleven tot september 1944, de bevrijding van Frankrijk. Wij dachten dat we ook bevrijd zouden worden, want wij hoorden al het kanongebulder in de verte. Maar de opmars van de Amerikanen is dan gestopt. En dan hebben de Duitsers de tijd gekregen om ons te evacueren naar Dachau. En daar ben ik gebleven tot het einde van de oorlog. Bevrijding 29 april 1945. In september 1944 doet het fort van Breendonk weer dienst als tijdelijk opvangkamp voor echte of vermeende incivieken uit de streek. De gevangenissen zitten immers overvol. De bewakers zijn doorgaans verzetslui van het laatste uur en ze gaan niet zelden hun boekje te buiten. Eind oktober 1944 komt aan deze uitzonderingstoestand een einde. In 1946 staan 23 beschuldigden terecht voor de krijgsraad van Mechelen. Bewakers van Breendonk, maar ook Belgen die in het fort gewerkt hebben en gevangenen die zich slecht gedragen hebben tegenover hun kameraden. 14 van hen worden in april 1947 terechtgesteld. De Duitse kampcommandant Schmidt, die al in 1945 is aangehouden, wordt pas in 1950 ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Het parlement heeft eerst een wet moeten goedkeuren om buitenlanders als oorlogsmisdadigers te kunnen berechten. Richard de Bot wordt pas in 1951 in Duitsland aangehouden op een ogenblik dat ze in België niet meer fusilleren. Hij blijft tot het einde van zijn dagen in de gevangenis en sterft op 3 januari 1975 in Sint-Gillis. In 1947 roept het parlement het fort van Breendonk uit tot nationaal gedenkteken ter nagedachtenis van de slachtoffers van de bezetting. In 4 jaar tijd werden ongeveer 3500 gevangenen in het fort opgesloten, onder wie 23 vrouwen. Tenminste 186 mensen werden er terechtgesteld, meestal gefusilleerd. 17 mensen werden gehangen. Minstens 100 gevangenen kwamen er om het leven door ontbering en mishandeling. Vele anderen stierven later in Duitsland. In totaal overleefde meer dan de helft van de mensen die in Breendonk werden opgesloten de oorlog niet. Voor mij blijft altijd de bunker. En daar werden gekraakt. En, want ik moet zeggen, diegenen die in de bunker gewerkt hebben, die zijn er die het niet overleefd gehad hebben. Maar diegenen die het overleefd hebben, zijn gekraakt geworden voor het verder leven.